Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Wij fietsen vandaag de bemesting weer in, namelijk met een spaakwielbemester. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard. Nou, Robert-Jan, kun jij in het kort vertellen wat we eigenlijk hier aan het doen zijn? We brengen vloeibare stikstof in de grond met door middel van een spaakwielbemester. Eigenlijk hetzelfde als je met een kunstmestrooi doet, alleen dan op een iets preciezere manier. Ja, met name de verdeling, zeg maar. Hier weet je zeker dat er in ieder geval overal evenveel komt, zeg maar. Doordat je het in de grond over de hele breedte, zeg maar, injecteert en het overlapt elkaar niet. Op de bemester zit een dubbel leidingssysteem. Dus kan ik heel gemakkelijk, zeg maar, tussen twee doseren of twee delen, zeg maar, kan kiezen. Okay. En de dosering die stel je in door de computer? Ja. En je weet dus hoeveel stikstof er in het product zit, zeg maar. Dus hier zit 15% stikstof in. Het soortelijk gewicht is 1,21. Dus als je de gif deelt door de percentage stikstof en het soortelijk gewicht. Voor mij nog maar 100, maar dan weet je het niet. Dus... Ja. Of je houdt erbij voor het product en dan weet je 125 kilo, dus 833 kilo per hectare product. Ja. En dat is 689 liter. En dat komt hier zo te staan. Wanneer is het meest ideale moment om een spaakwielbemester op te rijden? Maar het voorjaar, dan kun je, als het land begaanbaar is, zeg maar, dus het wel bereikbaar is, dan zou het vrij vroeg kunnen toedienen, zeg maar, omdat die meststof voor een groot gedeelte uit ammonium en urea bestaat, wat eigenlijk niet mobiel is in de bodem. Nitraatmeststoffen, zeg maar, die zijn uitspoelingsgevoelig. Als je die vroeg gaat toedienen, dan heb je dus kans na voor regenval dat een gedeelte van je meststof dat je die dus kwijt. Dat heb je met deze manier gedaan. Veel minder. Rijden als wel uit? Ja, eigenlijk heb ik maar twee meststoffen die ik uitrijd. En kom beide van Trivetto vandaan. En dat is met zwavel, zeg maar, stikstof, zwavel en alleen stikstof. Dat is dan alleen stikstof is Urian. En het andere heet Vertiflow Spaak Blanco. Nou, dat is dat wordt ook een beetje voor de spaakwielbemesters gedaan met een lage percentage stikstof, zeg maar. Dat ik wel volume door de bemester moet houden. Zeg. Het toedienen van vloeibare kunstmest, dat is eigenlijk een mooie weerbewerking inderdaad. Maar met een spaakwielbemest hoeft dat niet een mooie weerbewerking te zijn. Met een veldspaak ben je veel meer afhankelijk, zeg maar, van het weer. Als je een scherp weer hebt, scherpe zon. En het weer daarna, zeg maar, dat je kans hebt op verbranding van het gas. Nou, het belangrijkste is dat de bodem... draagvlak van de bodem moet doen, zeg maar, om te kunnen rijden. Ja. Zie je, op een gegeven moment als het te nat wordt, te veel millimeters geregend heeft, dan moet je gewoon inderdaad daarom stoppen. Vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim. En mocht je een andere manier hebben van bemesten, geef het even door in de reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Iedere vrijdag, 3 uur. Komt er een nieuwe video. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hé, maar wordt het niet tijd voor een partybus dan? Zo, in plaats van een kind. Een partybus? Een partybus. Dat is een goeie. Dat vind ik echt een goed idee. Met een onderzeeër. Een onderzeeër? Ja. De agritrainer onderzeeër. Ja, wel met een onderzeeër. Ja. Al die diepe sloten hier allemaal. Vind ik ook geen gek idee. Of een agritrainer TV helikopter. Helikopter? Ja. Helikopter. Vind ik ook een hele goeie. Helikopter. Ja, die knip jij er dus gewoon uit. Ja, dat sowieso.